Het Warkeermer heeft stevige kritiek op staatssecretaris Wilma Mansveld in de kwestie EVT Doeksum. Vanmiddag weer een debat door het veerbotenconflict tussen de beide rederijen. De staatssecretaris heeft de EVT voor 9 miljoen euro aankocht. En dat is steeds type, zei ze gewoon Keermerleden. Wat is nu de garantie waard van deze staatssecretaris dat het gedonder nu van tafel is? Ik hoop dan dat daar zo meteen meer duidelijkheid over komt. Wat als iemand toch weer wil gaan varen op dit traject de komende 15 jaar? Dat kun je niet uitsluiten. Die 9 miljoen staatssteun, althans volgens de staatssecretaris is het geen staatssteun. Maar waarop is die nou gebaseerd? Ja, stevige kritiek dus van de oppositie in het Warkeermer van de middag. Verslagjouwer Onno Valkenaar weer van de middag bij dat debat in de Keermer. Onno, laten we daar eens maar beginnen. Is er nou in die sprake van ongeoorloofde staatsstiepen? Nou, neven staatssecretaris Mansveld is het absoluut net het geval. Het gaat om compensatie van gederfde inkomsten en proceskosten. En de EVT krijgt dat, ja, omdat de EVT een skoft lang net varkoer. En ik omdat de EVT een zaak in de staat der Nederlanden woen had. En toch daar een flinke vergoeding voor te betalen, zegt de EVT al van verdere juridische stappen en verdere claims in de staat der Nederlanden. Ja, en dat bedrag die ik nog wel heger uitvallen ken, eens wie dat hier nog net van minnen deal. Zijn de staatssecretaris vanmiddag. Oké. Ja, en hoor de vraag vanmiddag in dat debat. Wie natuurlijk, is het nou voorbij met gedonder? Hè? CDA, de rauwe vregen er onder oren om. Ja, nou, Sander de Rauwe die vertrouwt hij nog net helemaal op. Die koe ik in Eindel, die Jan aan het einde van het debat. Die zei van, ja, eens weten we pas over een periër van wat deze deal wurgwest had. Maar Wilma Mansveld is zelfs daar behoorlijk optimistisch over. Zij denkt, ja, van ja, er is nou een concessie van rederij Doeksum van 15 jaar. Die steert, en zij gaat ervan uit dat jarenlang de rest blauwe zeel op het waard tussen Haas en Schielke. Ja. En dat bestuurt voor Rijs Prutsen. Is hier maar de politieke kelt van de staatssecretaris Ik van der Loft? Nou, ik denk dat hij eens een beetje hetzelfde vindt als wat Sander de Rauwe zei over de weerde van deze deal. Dat zullen we pas over een peer hier inschatten kennen, denk ik. Wilma Mansveld zelfs, die had nog nooit op Schiel geweest. Heel opmerkelijk, want het was toch een dossier dat ze haar bot met dwaande houden had de oude tijd. Maar daar was ze de komende Oeral-editie verordening in ombrengen. Oké, Onno Valkenaar in Den Haag. Dank u wel voor dit moment.